Dit is Ken je vriendje, het enige echte spelprogramma voor kinderen op tv. En de quizmaster is Ingeborg. Hallo, goedemorgen jongens en meisjes. Het is weer spannend bij Schuifaf. Zeg, natuurlijk, ik ben benieuwd naar het vervolg. Ja. Maar ook hier bij Ken je vriendje is er van alles aan de hand. Er zijn namelijk 4 Russen uitgebroken. Wat? Russen? Vier Russen. Of Amerikanen, wat zijn het? Vier Russen. Waar zijn die Russen? Arthur, een virus. Zo is dat. Ja. Hoor je het? Ja. Oké, ik heb geen virus, dus ik zal het van u overnemen. Nee, het zal wel gaan. Oké, we spelen dus waar... ken je broertje? Broertjes, stel jullie even voor. Hij is Bram en hij is Frit. Ze noemen ons soms wel eens een deugeniet. Hij zit in tweede leerjaar en hij in het eerste middelbaar. We spelen graag op de PC, al vinden pa en ma dit niet altijd oké. Naar de scouts gaan we op zaterdag. Zo ronden we de week af met een brede glimlach. Applaus voor de Gerenproef! Een leuk rijmpje vond ik dat. En Rode Ploeg, stel jullie even voor. Dat is Jooks, is mijn zus. Dat is Smaakje, mijn broertje dus. Zij houdt van knutselen en plezier. Hij houdt van ravotten en Spip zijn lievelingsdier. De scouts is haar jeugdbeweging. De KSA, daar is zij in. Als we nu winnen of verliezen gaan, dan trekken wij ons daar niets van aan. Applaus voor de Rode Ploeg! Oké. De twee broers die mogen naar onze beampalen, worden weggebeamd. En ondertussen laten wij de virussen nog even spreken. Oké. Goed. En daar gaan we dan. Ken je broertje? Dat is de vraag. Ja, daar beginnen we mee. Waar is je broertje bang voor? Voor spoken? Voor monsters? Mijn broertje is nergens bang voor. Of nog iets anders? Iets anders? Ja? Spinnen. Zeer juist. Spinnen. De Bram is bang van spinnen. Van niets. Van niets? Het is nergens bang voor jouw broer. Wat leuk zeg. Tweede vraag. Als cadeau krijgt je broertje zijn gewicht in iets. Wat wil hij dan het liefst? Bijvoorbeeld zijn gewicht in chocolade. Of zijn gewicht in fruit. Zo'n miljoenen mandarijntjes. Of zijn gewicht in speelgoed of nog iets anders. Iets anders? Ja. In geld? Oh, wat slim zeg, wat slim. Ja. En jouw broer? Chocolade. In chocola, want dat vindt hij wel lekker waarschijnlijk. Derde vraag. Wat smeert je broertje liefst op zijn boterham? Chocopasta, een confituur, pindakaas of nog iets anders? Moet om te smeren zijn. Wat smeert hij staat er nou, ja? Iets, nee, choco. Toch choco? Waar twijfel je tussen anders? Nee. Dat is niet zijn lievelingsbeleg, maar als het smeren is, choco. We pakken smeren, hè. Choco, oké. Confituur. Confituur. En de laatste vraag. Wat doet je broertje liefst in zijn vrije tijd? Televisie kijken, lezen, dat kunnen strips zijn of boeken. Sporten of nog iets anders? Iets anders. Ja. Op de PC spelen. Zoals jullie al vertelden in het versje. Ja, de computer. Ja. Sporten. Sporten. Amai zegt, het ligt heel uiteenlopend zo precies. Oké, of dat de juiste antwoorden zijn, merken we in de tweede ronde. Yeah. Theo, iedereen komt als je thee roept. Theo, Theo, iedereen komt als je Theo roept. Nou, je klopt het niet, zeg. Theo, Theo, niemand komt als je Theo roept. Ziezo, dat is al veel beter, nietwaar? Wil jij ook een echte grapjas zijn, koop dan Pennyfree Pearl. Want met Pennyfree Pearl kan je de beste grappen uithalen. La 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 la.
En ook met deze zelfgemaakte inktvlek is het altijd lol getrapt. Ja, leg ze op een zelfgeschreven brief bijvoorbeeld. Ah, heel mijn opstel is verknoeid door een enorme inktvlek. Ha, 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 ha. Gefopt door Pedifree Prul. Ah. Koop nu Pedifree Prul. Dat is altijd lachen geblazen. Oh, dat was een goeie. Ook door Pedifree Prul natuurlijk. Welkom bij de tweede spannende ronde van Ken je vriendje. De quiz waar alles kan gebeuren. Wij geven het woord weer aan Ingeborg. Ja, welkom bij het tweede deel van Ken je kuchend broertje. Broertjes, zijn jullie er klaar voor? Hier komt de eerste vraag. Waar zijn jullie bang voor? Voor spoken, voor monsters. Mijn broertje is nergens bang voor. Of nog iets anders, Bram. Iets anders? Ja. Spinnen? Yeah! Is goed geantwoord en krijg je 2 punten voor. Rode ploeg, Michael. Iets anders, Steven? Steven. Je zusje dacht, mijn broer is nergens bang voor. Is ook meestal zo natuurlijk. Maar goed, tweede vraag. Als cadeau krijg jij, broertje, iets in jouw gewicht. Wat wil ik daar nu mee zeggen? Wel, je krijgt dus jouw gewicht in chocolade. Of je krijgt jouw gewicht in speelgoed. Of je krijgt jouw gewicht in fruit. Of nog iets anders. Iets anders? Ja. In mineralen? In mineralen? En wat is dat dan, Bram? Dat zijn stenen die toch iets waard zijn. Wat goed, zeg. Maar het had dat kunnen zijn, maar het was nog meer dan dat. Het was geld. Dacht je, dus ook iets anders. Spijtig voor jullie. Michael? Fruit. In fruit. Je zusje dacht ietsje minder gezond in chocolade. Geen punten voor deze vraag. Derde vraag. Wat smeer jij het liefst op je boterhammetjes? Het gaat wel degelijk over smeren. Chocopasta, pindakaas, confituur of nog iets anders? Iets anders? Niks. Daar werd over getwijfeld dacht de chocolade. Ja, de chocopasta. En jij, Michael? Choco. Choco? Ook dit was niet goed. Het was confituur, volgens Joke dan. En de laatste vraag. Geen paniek, jongens. Wat doen jullie het liefst in jullie vrije tijd? Dat moeten jullie zeker weten. Ofwel televisie kijken, sporten, lezen of iets anders? Iets anders, op de computer spelen. Woehoe! Op de computer spelen. En Michael? Iets anders, op de computer spelen. Oh. Joke dacht sporten. Sportieve jongen. Helaas, hoe is de stand daar? Ja, voor de gezelligheid gaan we nog het gezelschapsspel spelen. Ja. En dat is vandaag niks minder dan het successpel. 4 op een rij. Kom erbij staan, jongens, langs hier, langs deze kant. Ja. De gele jetons, de rode jetons. En jullie moeten een rij maken, horizontaal, verticaal, diagonaal. Zo snel mogelijk. 4 op een rij. Zijn jullie 3, klaar? 3, 2, 1. De gele beginnen, ja. Starten maar! Oké, okay, ja. Kom maar, gele ploeg, kom maar, rode ploeg. Diagonaal voor de gele ploeg. 4 op een rij voor de gele ploeg. Dus 6-0. Ja. Wat hebben zij gewonnen? Wat hebben zij gewonnen? Ja, Ingeborg en Arthur. Voor de winnaars van vandaag hebben wij natuurlijk het al te gekke 4 op een rij-spel. En de 4 op een rij Pocketronic. En de troostprijs is ook niet mis. De Zeeslag Pocketronic. Veel plezier. Ja, veel plezier. Ja, zo. Veel plezier, jongens, ermee. En geen ruzie maken trouwens. Ze kunnen er samen mee spelen, want ze zijn uiteraard broer en broer of broer en zus. Jongens en meisjes, we zijn er terug volgende week met Ken je vriendje. Ja, hoi, 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 hoi.
Woehoe, 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 woehoe.